Hegoa de Bolede heeft de leiding en gaat nu de laatste 800 meter in. Bas Krebas leidt soeverein voor Davy Magiek, die misschien ook nog wel wat over heeft, zo de eerste keer uit. En daarna zien we Born to Run achter Elixir Normand, Erwoud Decageus strijdt goed mee met achter Elegant Castellet en Colomier René. Paarden gaan straks naar de laatste 500 meter. Derde tussentijd 1.13.1. En Bas Krebas verhoogt het tempo en gaat nu hard de laatste bocht in. Hegoa de Bolede heeft de leiding met de Born to Run. Daarnaast Driedik gaat op dit moment Caroline Albers met haar Elegant Castellet. En Danny de Dubbele volgt scherp met zijn Colomier René. Hegoa de Bolede heeft de leiding en wordt nu aangevallen door Born to Run. Finn Verkijk zit aan de binnenkant heel makkelijk met zijn Davy Magiek. En die kon misschien straks nog wel eens voor gevaar gaan zorgen. Bas Krebas heeft de leiding bij het uitkomen van de laatste bocht met zijn Hegoa de Bolede. Born to Run valt aan. Davy Magiek heeft geen ruimte. Daarachter zien we nu de aanval van Elegant Castellet en Colomier René. Finn Verkijk gaat naar het tweede spoor, gaat naar het derde spoor. Hegoa de Bolede heeft de leiding. Strijd met Born to Run. Laatste tussentijd 1.11.8. Maar het is gewoon Hegoa de Bolede. Paard nummer 3. Bas Krebas wint voor Born to Run. Davy Magiek, Elegant Castellet en Colomier René. Voorlopige eindtijd 1.14.2. Een heerlijke prestatie. Ja, top. Die Merrie is hier altijd in klasse beter dan in Frankrijk. En de laatste hoek, Steven komt naast. Ik denk, weet het niet. Maar ze blijft gewoon altijd voor. Ja, ze loopt hier ver het beste. En dan lijkt ze wat ongemotiveerd? Ja, ze gaat helemaal niet aan het bid. Eigenlijk de hele weg niet. Maar ze loopt wel door. Nee, aan de gaten natuurlijk om. Absoluut. Je hebt wel eens gezegd, Hegoa de Bolede lijkt wat moeilijk te reizen. Verbetert dat wel keer per keer? Jawel. Hij begint zich wel beter thuis te voelen op de Franse banen. Maar daar had hij ook nog het probleem. Kijk, twee starts terug had ik Raffin. En dan zei ik, kop pakken, niet meer afgeven. En dan kijk eens je aan. Hij heeft geen grift er nog bij gehad. Heen zei, hij is echt goed, weet je wel, kop pakken en rijden. Maar ze geloven daar niet in die merrie. Want ze kennen er niet en dan geven ze weer af en dan loopt hij wel goed. Maar is niks extra's. Zelf een keer proberen in Frankrijk? Ah, dat weet ik niet. Ik denk dat we weer terug gaan naar Florian Desmilieu, want die rijdt eigenlijk toch altijd het beste voor ons. Vandaag had je ook weer een goede dag, Bas? Ja, Heckler won ongelooflijk. Die wint in 14 in Reims en ja, Uberleek. Nee, een heel best paard. Dat was een leuk avontuur dat we weer gekocht hebben. Super Bas en Hego ook fantastisch. Ja, super bij. Peter zegt makkelijk paard te reizen. Peter, hier kan je ook mee winnen. Gelegenheidskoers 2023? Ja. Moet we maar doen. Super. Hegoa de Bolede die wint hier een 1.14.2. Tweede aankomende is de 5 Born to Run. Derde de 2 Davy Magiek. Vierde de 6 Elegant Castellet. En vijfde de 7 Colomier René. 3, 5, 2, 6, 7 is officieel in koers 7 de pre-GG Turf VIP. En dan kunt u voor de laatste keer in handen van vandaag voor koers 7 Hegoa de Bolede met Bas Krebas. Thank you so much, Knucklehead! Thank you, Kansas City! En de start is gevallen van de zevende en laatste koers van vandaag. Uw favoriet gaat gelijk naar de leiding. Dat is Hegoa de Bolede, paard nummer 3 met Bas Krebas. Davy Magiek heeft een goede start gekend. Hij ligt tweede voor Erwoud Decageux. Steven Schoonover parkeert in met zijn Born to Run. Daarachter zien we Elixir Normand. En tweede spoor voor Elegant Castellet. En laatste paard ligt Colomier René met Danny den Dubbele. De Vosmerrie van stal PD, Hegoa de Bolede, die heeft de leiding met Bas Krebas. Daarachter ligt Davy Magiek, die zijn rentree maakt naar een blessure. Fantastisch dat hij weer teruggebracht is door het team van Appie Boscha. Daarachter zien we Erwoud Decageux, Born to Run. De tweede stalgenoot van Stefan Schoonhoven is nummer 1, Elixir Normand. Daarachter zien we Elegant Castellet en Colomier René. Eerste tussentijd is 1.13.6. Bas Krebas heeft de leiding en alle paarden gaan in de ganzenpas door de Tjaardabocht. Hegoa de Bolede heeft de leiding voor Davy Magiek. Daarachter zien we Erwoud Decageux, Born to Run, Elixir Normand, Elegant Castellet die de laatste keer in de open klasse een 12-tijd noteerde. Met zo'n tijd zou je hier winnen, maar dat is weer een heel ander koers verlopen. En laatste paard ligt Colomier René. Bas Krebas gaat weer de tribune langs met zijn Hegoa de Bolede voor Davy Magiek. En gaat straks de tweede tussentijd neerzetten, Hegoa de Bolede. En die luidt
1.19.4. Eerste kilometer gaat 1.16.5 en Steenal van Schoonhoven die gaat op het moment naar het tweede spoor met zijn Born to Run. Born to Run, een paard met veel speed dat eigenlijk gebracht moet worden, maar hij kan ook niet blijven wachten. Born to Run gaat opschuiven in het tweede spoor en neemt daarin mee Elixir Normand en ook Elegant Castellin en Colamier en hebben het eerste voor het tweede spoor verwisseld. Hegoa de Bolede heeft de leiding en gaat nu de laatste 800 meter in. Bas Krebas leidt soeverein voor Davy Magiek, die misschien ook nog wel wat over heeft, zo de eerste keer uit. En daarna zien we Born to Run achter Elixir Normand, Erwoud Decoche. Het strijdt goed mee met erachter Elegant Castellet en Colomier René. Paarden gaan straks naar de laatste 500 meter. Derde tussentijd 1.13.1. En Bas Krebas verhoogt het tempo en gaat nu hard de laatste bocht in. Hegoa de Bolet heeft de leiding met de Born to Run. Daarnaast Driedik gaat op dit moment Caroline Albers met haar Elegant Castellet. En Danny de Dubbele volgt scherp met zijn Colomier René. Hegoa de Bolet heeft de leiding en wordt nu aangevallen door Born to Run. Finn Verkijk zit aan de binnenkant heel makkelijk met zijn Davy Magiek. En die kon misschien straks nog wel eens voor gevaar gaan zorgen. Bas Krebas heeft de leiding bij het uitkomen van de laatste bocht met zijn Hegoa de Bolet. Born to Run valt aan. Davy Magiek heeft geen ruimte. Daarachter zien we nu de aanval van Elegant Castellet en Colomirene. Finn Verkijk gaat naar het tweede spoor, gaat naar het derde spoor. Hegoa de Bolet heeft de leiding. Strijd met Born to Run. Laatste tussentijd 1.11.8. Maar het is gewoon Hegoa de Bolet. Paard nummer 3. Bas Krebas wint voor Born to Run. Davy Magiek, Elegant Castellet en Colomirene. Voorlopige eindtijd 1.14.2.